Mijn lieve soulsfeertjes. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve Waterman. Voor augustus 2021. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat er rust liggen. Kijk dan eerder naar het sterrenbeeld dat in je maan, jouw Venus, of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Het sterrenbeeld met de meeste likes wordt ook als eerste geüpload. Jullie zijn de allerlaatste die ik doe deze maand. Dus wij wensen hem eerder te ontvangen. Like it. We hebben nummertje 43 en nummer 45. Innerlijk weten, nummer 43. Het spreekt over bepaalde wijsheid, innerlijke wijsheid, intuïtie die je hebt. En als je je intuïtie zou volgen, dan weet je dat het tijd is om te gaan. Nummer 49. Tijd om te gaan is voor mij een beetje de acht van kelken. Er is een situatie die ooit fijn, voldoeninggevend, goed was, maar nu niet meer. En het is tijd om op zoek te gaan naar je geluk. Dus iets achter te laten, fysiek, dan wel emotioneel. De weg ernaartoe is precies nog een beetje wazig. Je ziet de deur, je ziet de opening, het geluk hier. De deur. Maar de weg ernaartoe is wat wazig. Maar het is eigenlijk wel tijd om de stap te zetten. En intuïtief, weet je het. Dus, wat is de huidige energie? Dank u. Waterman-energie met de relevantswaarde. Wat is de uitdaging? Wij ze willen spreken, dat het niet te doen is. De kracht, ondersteboven. Het moet, de moed hebben, het lef hebben, het vertrouwen hebben om te gaan. Okay. Wat is het advies, alsjeblieft? De keizer. Ram-energie. Oeh, de keizerin onderop. We hebben hier misschien wel te maken met een soulmate-connectie. En wat is dan de uitkomst, alsjeblieft? Wat is de uitkomst? De koning van kelken. Oeh, en de tien van pentakels. Doe maar, doe maar. Hele krachtige, mooie energie hier. Met de maan onderop. Nou hebben wij deze maand twee volle maanden. Eergisteren hebben we de volle maan gehad in Waterman, in jouw teken. Waarbij er allerlei gevoelens boven water komen. Ik denk als Waterman zijnde heb je die waarschijnlijk nog meer gevoeld dan anderen. En hij komt nog een keer terug. Jawel, einde van de maand augustus. Dus het is een maan in twee fases. Verwerking. In jouw teken. Mocht je de reading nog niet hebben gezien. De energie is de hele maand wel een beetje voelbaar en aanwezig. Niet alleen maar tijdens de volle maan. Maar het is echt wel van maan tot maan. Dus neem een kijkje. Voor Waterman lijkt het me zeker een goed idee. In de huidige energie hebben wij dus jouw energie met de ridder van zwaarden. Dit is iemand die weet wat hij wil. Die gaat en die gaat snel. Tijd om te gaan. En snel. Die beslist. Die kijkt niet achteruit. Dit kan een boodschapper zijn van goed nieuws dat jouw kant op komt. Snel. Met informatie. Met nieuwe inzichten. Snel. We gaan zien wat deze ridder te vertellen heeft. Want in de uitdaging kost het je blijkbaar wel een beetje moed. Lef, durf, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, vergeving. We gaan zien waarom. In het advies hebben we de keizer. Nog een grote arcane voor Ram. De keizer is materieel, financieel, onafhankelijk, overvloedig, stabiel, verstandig. Heeft een beetje alles van alle koningen bij elkaar. Neem een verstandig besluit, zou ik willen zeggen. Maar doe wat juist is voor jou. De keizer is wat dat betreft... Ja, die weet wat hij wilt. En die creëert dat ook wel. We gaan het zien.
En in de uitkomst hebben wij de 10 van pentakels. Huisje, boompje, beestje, geluk op langere termijn. En de koning van kelken. Vis, kreeft, schorpioen, energie. De koning van kelken is iemand die liefdevol is, gevend. Een soort van emotionele rots in de branding. Die heel veel liefde draagt. Ben jij dat? Of is dat iemand anders? We gaan het zien. Verklaar de ridder van zwaarden. Wie is de ridder van zwaarden en wat komt hij ons vertellen? Dat gaan we allemaal niet doen. We hebben de 8 van pentakels. Vraag de ridder van zwaarden alsjeblieft. Werken. Hoppakee. Ja, de magier. Oh, en de ster. Jouw energie. De magier heb ik inderdaad met het voorschudden best wel een paar keer gezien. Ook weer trouwens ram-energie. De magier heeft alles in eigen hand om zijn eigen realiteit te creëren. Ik heb het gevoel dat jij dat hebt. Het is tijd om jouw realiteit in eigen handen te nemen. Om de teugels in eigen handen te nemen. Vooras vooruit te gaan. Het kan een zelfstandige onderneming zijn met de keizer. We gaan het zien. Want ik heb de 8 van pentakels. Werken. Werken vol bezieling, vol passie. Ambachtelijk. Met je handen. Iets creëren. Nieuwe vaardigheden aanleren. Werken aan jezelf. Werken aan een relatie. Want ik heb ook wel de schildknaap van kelken. Een nieuw begin. Op gevoelsmatig niveau. Nieuwe liefde. Een nieuwe emotionele ervaring. Dus is het een boodschapper dat naar je toe komt met een liefdevolle boodschap. Maar het creëert wat kopzorgen hier. Met de 9 van zwaarden. Slapeloze nachten, kopzorgen. Deze ziet eruit alsof hij zijn demonen aan het aanvechten is. Dus het creëert wat kopzorgen. En het Rad van Fortuin. Goddelijke timing. Het tij dat keert. Op een positieve manier uiteraard. Ja, met het schildknaap van kelken. Dat kan werken zijn vanuit je gevoel, vanuit bezieling. Het is precies alsof van de ene kant weet je wat je wilt en je wilt vooruit. Maar het creëert toch wel heel veel slaaploze nachten. En er is met het Rad van Fortuin ook wel wat geduld nodig. Je wilt wat snel. Iemand wil snel iets. Snelle vooruitgang. Intrigerend. We gaan even verder zien, want het kost iemand moed. Met de kracht, energie, leeuw, energie. De 8 van kelken. Tijd om te gaan. Dus het kost je moed om iets achter te laten en op zoek gaan naar je geluk. Maar het wordt bevestigd met de kracht. Nog een keer leeuw, energie. En de 4 van pentakels. Oké. De reden dat het je moed kost, is dat je een beetje stug vasthoudt aan een bepaalde stabiliteit. Materiële, financiële stabiliteit. Veiligheid die je hebt opgebouwd, die je niet loslaat. Het is tijd om die los te laten. En een avontuur aangaan precies. Je hart te volgen. Maar het kost je heel veel moed. Verklaar het advies, de keizer alsjeblieft. In het advies voor mij, lieve. Waterman. Wauw. De magier nog een keer. Ik heb de aas van zwaarden. Een nieuw begin. Een nieuw inzicht. Waardoor je een nieuw begin kunt creëren. Een beslissing nemen. Vooruit kunnen gaan. Dit is een overwinning van een mentale strijd. Ik heb de ster. Waterman. Energie. Jouw energie. Het spreekt over een droom. Een wens die in vervulling komt. Het spreekt trouwens ook over intuïtie. Innerlijk weten. Mag ik nog één kaart voor de keizer alsjeblieft? Dus volg je intuïtie. Volg je. Wow. En een nieuw begin op materieel niveau. 2 azen in het advies. Dus waar je dan ook maar kopzorgen over hebt.
Creëer doel. Neem de beslissing met de gerechtigheid onderop. De gerechtigheid spreekt over een beslissing nemen dat in akkoord is tussen je hoofd en je hart. En volgens mij ook je intuïtie, je onderbuikgevoel. Ja, het kost je moed. Maar niks wat je niet hebt. Met de 6 van staven, een overwinning. Voor sommigen absoluut een zelfstandige onderneming met de keizer. Voor anderen eerder in de liefde. Om een stap te zetten. Iets, ja, het is tijd om te gaan. Tijd om je dromen na te jagen. Een nieuw begin op materieel niveau. Een nieuw begin. Nieuwe informatie, nieuwe communicatie. En je dromen na te jagen. Beslissing te nemen. Verklaar de uitkomst alsjeblieft. Voor mijn lieve waterman. Amai, de 4 van staven. Iets te vieren hebben. Een nieuwe stabiliteit. De volgende stap binnen een relatie. De 7 van pentakels. En de koningin van pentakels. Oh, de ridder. Ik dacht dat het de koning was. Oké, ineens heel veel pentakels. Sowieso wel veel pentakels. Dus ja, het zou me niet verbazen dat er jouw harde werk wordt beloond. Want ik zie hier absoluut een financiële positieve kanteling. Want ja, het rad van Fortuin spreekt, zegt het al. Financieel, materieel, het tij gaat keren. Het heeft je veel kopzorgen gekost. Maar het is precies alsof je daardoor ineens heel snel vooruit kan gaan. Dus, de 4 van staven, iets te vieren hebben, de volgende stap binnen een relatie. Met de 10 van pentakels is het iets op langere termijn. Dus dat kan samenwonen zijn, dat kan iets, ja. Ja. Ik heb de ridder van pentakels. Dit is een materieel, dit is iets wat je aangeboden wordt op materieel niveau. In eerste instantie snel, hier langzaam maar gestart. Doordacht, materieel, tastbaar, concreet. Koningin van Pentakels, maagd energie. Oh, dat haar vandaag. Zij is materieel, financieel, onafhankelijk, zelfstandig. Is voor mij de kleine keizerin. We hadden hier al de keizer. Plukt de vruchten van haar eigen werk, wil ik zeggen. Spreekt ook wel over zelfliefde. Ik vind het wel mooi, die twee. Oké, we hebben misschien een klein beetje leeftijdsverschil. Maar ze bieden alle twee een pentakel aan. Precies alsof iedereen een stap vooruit zet. En daartussenin de 4 van staven. Goh. En hier heb ik de 7 van pentakels. De 7 van pentakels is... je hebt de zaadjes geplant. Je hebt gemanifesteerd. Het is beginnen groeien. Het gaat ergens heen. Nu zet je een stapje achteruit om te zien... Waar gaat dit heen? Waar gaat dit naartoe? Hoe gaan we het aanpakken? Strategie bepalen. Inventariseren. Waar ga ik mijn energie in steken? Wat laat ik los? En hier neemt hij ook daadwerkelijk 1 pentakel. 1. En stort zich daar volledig op. Creëert daardoor een heel nieuw begin. Materieel. Emotioneel. Maar ik zeg met de koning van Gelken. Dat is iemand die ook heel veel liefde draagt. Dus ik heb hier liefde. Ik heb hier... Goh, zelfstandigheid, materieel, financieel, zowaar bijna overvloed. Nou, overvloed. Dus ja, ik zou zeggen, pak het aan, neem het aan. Nou, die deur is dicht. We gaan eens even zien, wat is het boodschap van het universum alsjeblieft voor mijn lieve waterman. De koning van zwaarden, waterman, weegschaal, tweelingenenergie. Vraag advies aan een professioneel en objectief persoon. Spreken in het openbaar, zakelijke relaties.
Ja, er is iemand die je wel iets aanbiedt, professioneel. Of dan wel op emotioneel front, maar wel tastbaar, concreet. De zes van Kelleken. Kinderen, kindertijd. Kan zijn dat kinderen inderdaad wel invloed hebben op hetgene waarom waar je stug aan vasthoudt. Terugkeer van mensen of liefdesrelaties uit het verleden. Ja, kan een verzoening zijn. Gebeurtenissen anders herinneren, positiever dan aan negatieve, dat ze feitelijk zijn. De zes van Kelken is voor mij een soulmate connectie. Dat is iemand die je kent uit een vorig leven. Volg je intuïtie. Intuïtief, volgens mij weet je het. Ja, het kost je moed. Maar niks wat je niet hebt. De zeven van Kelken. Geen getreuzel meer. De kracht ligt in het nemen van een beslissing. Verwarring die voortkomt uit het blijven analyseren van keuzemogelijkheden. Niet blijven analyseren. Pak erin. Pak. Die ene pentakel waar je je energie, je tijd, je aandacht aan wilt geven. Want daar zit heel veel stabiliteit, geluk op langere termijn, overvloed achter. Dus, wat een mooie reading, mijn lieve waterman. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ah ja, like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een bijzonder mooie maand, augustus. Heb de moed om de stap te zetten naar een heel mooi nieuw begin. Wat er fantastisch mooi uitziet. Het is tijd om te gaan. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.